Hallo, goeie avond! Ik ben Jenno en dit is Jolien. Hallo! En wij zijn Jolien en Jenno nog altijd. Ja, stel je voor dat we niet meer zouden zijn. Dat Jolien en Peter was. Ja. Dat staat nu ook niet, hè? Nee. Nee. Ja, Jay en ik die zijn eventjes alleen, want Jules is naar oma gebracht deze ochtend eigenlijk al. Want ja. Wij moeten werken in ons koffie- en theehuisje, dus we hebben oppas nodig. En gelukkig is die er ook, dus daar zijn we heel dankbaar om. Dan zou je denken, wel, waarom dan niet naar een kinderdagverblijf? Wel, dat kan niet, omdat wij in het weekend werken. En in het weekend zijn die niet open. En dat was in onze buurt toch? Hetzelfde dus ook toekomstig voor school. Als school gaat opstarten, gaat dat natuurlijk niet op vrijdag, maar wel op zaterdag en zondag ook niet natuurlijk. Hè? Dus dan gaan we daar ook een oplossing moeten voor voorzien. Mensen hebben het al eens gevraagd, wanneer moet Jules naar school? Vanmorgen nog, in onze zaak, waren er mensen die zeiden van ja, hij gaat bijna naar school zeker. Wel, het is pas op 2,5 jaar dat hij mag naar school gaan. Moet niet natuurlijk. Dus we gaan het ook heel rustig aan, allemaal een keer goed bekijken. We hebben er ook tijd aan. Het is niet dat wij een druk voelen of zo, dat we vinden van oh, onze Jules moet hier naar school gaan, hè? Dat moet hier gaan lukken. Het is niet dat wij hem zien als een last of zo. Allee, helemaal niet zelfs. We vinden het heel erg leuk dat hij bij ons is. En als we hem naar school moeten brengen, ja, dan is het niet toch maar op school. En dan is hij niet bij ons die tijd. Maar we vinden het natuurlijk wel belangrijk dat hij ook wel wat waarden, wat normen. En dat hij veel kan spelen en sociaal kan zijn met vriendjes en vriendinnetjes in de klas. En ook een beetje ja, autoritair van iemand anders dan mama en papa leert aanvaarden. Hè. Bijvoorbeeld van een juf dan, hè, dat hij moet luisteren hè, of naar een meester. Dus uiteraard zit dat eraan te komen, alleen nog niet meteen. Dus ook dat komt in orde. En nu zijn we eigenlijk aan het koken. We hebben een maaltijdbox die ja. We besteld hebben voor een paar weken zelfs. Toch? Ja. Oei, ja, voilà, zeg, kijk. Ja, Jolien die laat hier haar wapens vallen in de keuken. Dat gebeurt niet tijdens GOT openings. Nee, gelukkig maar. Eigenlijk zijn wij niet zo van het koken. Allee, Jolien toch? Allee, jawel. In de koffie- en theehuisje wel. Maar wanneer dat onze zaak gesloten is, dan doen we het eigenlijk niet zo graag niet meer. Alles wat met koffie, thee, drankjes, eten, koken te maken heeft. Maar soms kan het ook gewoon niet anders. Allee, soms kan het wel anders, maar nu de laatste tijd proberen we een beetje op onze lijn te letten. Dus we moeten een beetje gezonder gaan. En zo'n maaltijdbox, dat is niet ongezond. Hè. Dat is maar altijd zelf koken. Groentjes, fruit, dat komt dan. Nee, fruit eigenlijk niet. Hè. Het zijn vooral groentjes en dan een stukje vlees of zo. Maar allemaal heel erg afgewogen en gedaan. Ik vind de porties altijd wat te klein zo. Allee, ja. Vaak is het zo dat we soms een maaltijd bestellen dan. Hè, iets met vlezen. En dan. Ja, bestel, dan komt dat vlees ook mee voor Jolien. Maar zij is vegetariër, dus zij neemt iets anders. En dan de portie vlees voor 2 personen eet ik dan alleen op. En dat is voor mij dan altijd genoeg. Anders, mocht dat de helft zijn, zou het te weinig zijn. Ja. Doe eens de duimpjes omhoog als je mij begrijpt dat je ook vindt dat die porties in die maaltijdboxen te klein zijn. Maar hé, dat zijn luxe problemen natuurlijk, hè? Dat besef ik maar al te goed. Het is ook wel heel erg fijn dat we nu niet naar de supermarkt nog eens privé moeten gaan voor ons gif te gaan halen, dat ook eventjes gewoon allemaal kijk, zo geregeld gaan worden. Moeten we het nog zelf klaarmaken, dat is dan weer een nadeel tussen aanhalingstekens. Maar hé, je leert ook wel weer iets nieuwe gerechtjes kennen. Je leert eigenlijk die recepten ook een beetje. Je kan die recepten ook gewoon bijhouden en ja, als het dan toch eens in de winkel gaat, kunnen we eigenlijk die ingrediënten gewoon kopen en hetzelfde doen. Ja. Dat is eigenlijk een beetje het ding. Ja. Maar wat zit de oven op temperatuur? Yes. Waarom zetten we dan uit? Ah, dat brood is klaar, of wat? Ja. Ja. Oh, dat beginnen we hier tot de moment suprême te komen, of wat? Alright. Vorige keer is Jolien gelukt om een mooier gerecht op bord te toveren dan op de foto te zien was. Dus ik ben benieuwd of dat ze het nu weer al gaan halen. Kijk, zo ziet het eruit op de foto. En dan gaan we nu kijken hoe het eruit ziet als Jolien dit op een bordje tovert. Ja, ja. Ik denk dat deze keer toch de maaltijdbox gewonnen heeft. Ik had er ook geen zin in. Nee, ja, oké, maar het is wel. Maar ja, goed, ja, het is hoe dat is eigenlijk. Hè. Je moet weten, die marketeers, die, als je iets koopt in de winkel en staat zoiets, een mooi iets op verpakking, dat ziet er altijd beter uit dan dat het uiteindelijk is. Hè. Ja. Maar toch, vorige keer was jouw. Vond ik ook, ja, maar ja. Dat hebben we dan helaas niet gevlogd weer al. Hè. Spijtig, nee. Hè. Oh, Jules is er ook weer terug bij. Ja. Ja. Hoe was het bij oma? Goed. Was het leuk bij oma? Ja. Hou. Ja. We gaan een beetje eten nu, hè.
zag er dan misschien niet zo super lekker uit. Het was wel lekker. Dankjewel om weer al nieuw te koken. Je hebt ook gekookt, hè? Een beetje mee gehoord. Oh ja. Ah. Ja, we waren. Ik was er net eigenlijk een boekje aan het lezen, maar Jules, maar in één keer Jules weg. Ja. En nu wilde we gewoon in een zetel zitten. Nu dat jij weg bent gegaan uit de zetel, gaat Jules in een zetel zitten voor een boekje. Voilà. Ja, zit ja. Ik hier alleen met een boekje in ja, de boek. Het is al een keer zo donker geworden. Zit je daar in het donker een boek te lezen? Ja. Oh. Wij gaan slapen. Hij heeft trouwens iets nieuws geleerd, tante Jules. Je kan hem vragen om iets bepaald te brengen. Dus je kan wel zeggen, breng eens het boekje van Jules. Jules en Marie, Jules de klaspop zo. Breng een boekje van Boomba. Jules, breng je het boekje met de pinguïn? Ah, dat is mama's telefoon. Dankjewel. Breng je mama ook nog het boekje met de pinguïn? Jules, waar is het pinguïn boekje? En hij loopt zo schattig. Dan moet het eerst toch nog even zoeken, hè? Het pinguïnboekje, Jules. Weet je wat dat is? Wat? Ik denk dat hij momenteel eigenlijk zijn pinguïnknuffel aan het zoeken is. Waar is daar het pinguïnboekje? Nee. Ja, daarnet heeft hij het 3-4 keer gedaan, natuurlijk. Maar hij vindt het niet. Hij vindt het boekje niet. Breng eens het boekje van Boomba. Breng eens het boekje van Boomba naar papa. Dat weet je wel, hè. Nou, wat boekje bedoel je nu? Dat is oké, grappig. Ik ben benieuwd, hoor, wat hij nu met het juiste boekje gaat komen. Breng het naar mijn papa, hè. Ja! Ja! Ja, en daarnet is inderdaad ook met het pinguïnboekje, maar hij vond het nu niet meer, denk ik. Ja, hij vond het nu niet. Heb je broek openstaan hier? Hij wordt groot, onze vriend. En slim. Dat vooral. Leuk, toch? Hij kan ook Mini en Mickey Mouse aanduiden in een boekje. Terwijl dat we daar nooit echt veel op gefocust hebben, eigenlijk, hè? Mickey en Mini. Nee, maar ja, misschien de opvanger van onze Jules wel of zo. Ja, wie weet. Ja. Goed, morgen zijn we weer. Nieuwe video, ook ons koffie- en theehuisje is weer open. Misschien zullen we het leuk zijn om tijdens ons koffie- en theehuisje te filmen. Dat denk ik morgen niet. Het is morgen er vandaag is ook niet druk, van gekomen. Hè? Morgen wordt het ook weer druk. Misschien in de namiddag een beetje rustiger. Ja, uw mama komt morgen langs voor op Jules te passen. Dus, ja. We zien het wel en we nemen jou sowieso weer mee in ons. Ik ben moe. Ja, ik ben ook een beetje moe. Ben je ook moe, Jules? Denk het wel. Hij valt over mijn voeten. Tot morgen.